Welkom allemaal bij deze paneldiscussie. Laatste sessie van de dag, of eigenlijk de voorlaatste sessie, want ik krijg zo meteen nog een afsluiting. We gaan het vandaag hebben over een best wel een hot topic, AI. Deze panel is eigenlijk ontstaan doordat er in de afgelopen paar maanden toch wel vanuit VMware en NVIDIA best wel wat mooie aankondigingen zijn geweest. Vorig jaar op VMworld is natuurlijk een partnership aangekondigd, waarin beide partijen hebben aangekondigd wat mooie ontwikkelingen te gaan doen samen. En daar hebben we al best wel wat mooie dingen van gezien. Voordat we verder gaan, is het natuurlijk even goed om het panel voor te stellen. Ik zal zelf beginnen. Mijn naam is Johan van Amersfoort. Ik werk als technologist bij ITQ, waar ik een focus heb op onder andere op artificial intelligence. Dan geef ik het stokje door aan Jits. Dankjewel Johan en dankjewel dat ik mag aanschuiven bij dit panel. Mijn naam is Jits Langerijk, ik ben Senior Solutions Architect, of eigenlijk moet ik Partner Solutions Architect zeggen officieel. Dus ik richt mij met name op onze partners en daarmee ook op een stuk eindklanten uiteraard. Bij eigenlijk alle enterprise oplossingen binnen NVIDIA. Dus ik probeer partners en eindklanten zo goed mogelijk te helpen bij het implementeren van de juiste oplossing, zowel hardwarematig als softwarematig, als het gaat om ons portfolio natuurlijk. Dat ben ik in het kort. En dan geef ik het stokje denk ik over aan Niels, een volgende in het rijtje. Ja, super. Ik ben Niels Gehoort. Ik weet niet hoeveel mensen er vanuit het zuiden des lands hier gejoind zijn, maar ik zit net boven Den Bosch in Vlijmen City. En in dagelijkse rol precies Duncan, Brabant representing. Wat zeg je? Silicon Vlijmen heb ik. Silicon Vlijmen, precies. Vlijmen Noord. Ik voor VM dagelijks zit ik in het tech marketing team. Focus ik op alles vSphere architecture en steeds meer in onze VMware cloud offering. Dan ben ik, denk ik. Ruud, ik werk ook bij ITQ, net als Johan. En ik run ons team wat zich op Cloud Native richt. Dat heet tegenwoordig bij VMware Tanzu, maar dat doen we al jaren. En stiekem doe ik ook nog wel eens wat bij klanten. En hoe ze Tanzu moeten gebruiken. Of tenminste, hoe ze dat willen gebruiken en het maximale eruit halen. Dus dat ben ik. Top, mannen. Dan gaan we naar de allereerste vraag van vandaag. Overigens is de chat, die hou ik in de gaten. Dus als er vanuit het publiek vragen zijn, laat ze vooral in de chat weten. Dan gaan we die meenemen. Eerste vraag aan... Niels. Ja? Oh, ik wou net zeggen Jits. Wat is artificial intelligence? Dan zijn jij en jouw Jits en jijzelf die jou al veel beter in. Ik weet alleen maar wat vSphere doet, joh. We hebben wel een speech robot die dat kan vertellen misschien. Nee. Oh, serieus? Heel goed, Jits, brandlos. Ja, maar ik ben die robot dan niet, maar ik kan in ieder geval... Kijk, ten eerste AI of artificial intelligence is natuurlijk een vrij ruim containerbegrip. En iedereen die zal er een beetje zijn eigen zienswijze op nahouden. Zoals ik en zoals wij hem vanuit NVIDIA in ieder geval zien, dat grote containerbegrip kan opgedeeld worden in een tweetal subcomponenten, machine learning en een stukje deep learning. En machine learning, dat is eigenlijk iets wat al veel langer bestaat en veel langer toegepast wordt, waar je eigenlijk een domein specific persoon binnen een organisatie hebt, die op één specifiek domein eigenlijk alles weet en daar een bepaalde code voor kan ontwikkelen, die data kan analyseren. Maar wat dus wel allemaal vrij, vrij statisch is. Je hebt altijd die domain specialist nodig om ook die code weer aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan een antivirus programma. Als jij spam wil detecteren, dan kan je daar natuurlijk bepaalde triggers op loslaten. Dat als er bepaalde woorden in een body of in een header zitten van een e-mail, dat het getagd wordt als spam. En dan kan dat door je e-mailprogramma in een bepaalde folder gezet worden. Op het moment dat je natuurlijk wat we vroeger wel eens zagen met een bepaald medicijn, als je dat op een andere manier gaat schrijven, waarbij je een uitroepteken in plaats van een i gaat gebruiken, moet je dus ook jouw algoritme, om het zo maar te zeggen, aanpassen.
Nou, dat is een stukje machine learning. En deep learning is eigenlijk veel nieuwer, of nou ja, relatief nieuwer ten opzichte van machine learning. Dat is echt waar je neurale netwerken gaat gebruiken. Dus eigenlijk hetzelfde zoals dat ook in de hersenen van de mens eigenlijk gaat, waarin verbanden worden gelegd, bepaalde feature extracties worden gedaan, bijvoorbeeld in computer vision. Als jij een plaatje hebt en je wilt een algoritme gebruiken om uit dat plaatje bepaalde extracties te doen wat er op dat plaatje staat, dan kan je daar een neuraal netwerk voor gebruiken. En op basis van de uitkomst kan je dan een bepaalde actie in gang zetten. Dus daar heb je veel meer dat software aan het ontwikkelen is. Want je kan het natuurlijk doen met een hele bak aan data die ongestructureerd is. En daar komt dan uiteindelijk een neuraal netwerk kan daaruit komen. Dat zijn een beetje de twee subcomponenten binnen AI. En ja, misschien heel populair of generiek gezegd, software ontwikkelt, kan je een beetje onder kunstmatige intelligentie scharen. Ik hoop dat dat een beetje duiding geeft, in ieder geval vanuit mijn perspectief. Ja, prachtig. Waren iets meer dan twee zinnen, maar... Sorry, dat is waar ook, ja. Ja, stond erbij. Klinkt goed. Hey, dan de volgende vraag. Wat is firma Tanzu? Ruurt? Ja, ik probeer me op twee zinnen te beperken, maar Tanzu is niet één ding, hè. Dus het is niet één product wat je kan installeren. Tanzu is eigenlijk een productportfolio, moet je het zien, die organisaties in staat stelt om op een moderne manier met hun applicaties om te gaan. Dus eigenlijk ofwel hosten van applicaties of ze zelf ontwikkelen. En dat is allemaal gebaseerd op containertechnologie en allerlei omliggende functionaliteiten daarin. Dus de termen die je vaak hoort zijn Kubernetes en zo voor containerisatie. Maar je moet ook denken terug in het VMware-landschap van 10 jaar geleden. Als je een kaal SDDC had, dan moest je ook allemaal dingen bedenken, zoals logging, monitoring, dat soort dingen, identity en access. Dat soort producten komen ook al langzaam allemaal in Tanzu. En dat wordt dus een steeds rijker portfolio om een complete oplossing neer te zetten. Ja, lijkt mij een prima omschrijving inderdaad. En als we dan kijken naar het partnership van NVIDIA en VMware, dan is een van de eerste producten die echt gelanceerd is NVIDIA AI Enterprise. Ja, toch weer even een vraag aan Jits, denk ik. Jits, kan jij omschrijven wat NVIDIA AI Enterprise is? Ja, en dan kan ik het inderdaad wel even proberen in twee zinnen. Dan was dit natuurlijk al zin 1, nou zit ik aan 2, sorry. Nee, maar dan ga ik alleen eventjes ga ik even de officiële antwoord geven. NVIDIA AI Enterprise, of zoals wij het noemen, NVAIE. Dat is eigenlijk een volledige end-to-end en cloud-native suite van AI en data analytics tools of software. Die volledig geoptimaliseerd en gecertificeerd is door NVIDIA om op een NVIDIA AI Certified System te draaien met VMware vSphere. Dus het is die combinatie eigenlijk van VMware en de NVIDIA, zowel software als ook de hardware. Geen twee zinnen, maar een goede poging. Nou, ik denk dat deze drie vragen wel een goede basisvorming vormen voor het vervolg van deze panel. Want we hebben nu denk ik de context neergezet. Maar laten we het eens hebben over de combinatie AI. We hebben het deze sessie over de vSphere, inzet van vSphere, GPU's, Tanzu. Ja, leuk. Waarom is het niet gewoon makkelijk om AI uit de cloud vandaan te trekken met een creditcard? En dan daar mijn diensten vandaan te consumeren. Niels? Ja, zolang dat met VMware Cloud is, zeer zeker doen. Ja, kijk, er zijn heel wat zaken die erbij komen kijken. Op het moment dat je het over AI hebt, machine learning. En daar heb je nog een hele, zoals Jits al uitlegde, heel veel verschillende vormen en maten. Maar vaak zien we met machine learning dat er toch een bepaalde mate van hardware acceleratie nodig is, bijvoorbeeld. Dat is al één. Niet elke cloud leent zich om GPU's bijvoorbeeld te koppelen aan je virtual machines of aan je containers,
om daadwerkelijk daar die acceleratie te bieden, zodat je met machine learning jobs, om maar een voorbeeld te noemen, gewoon veel meer kan doen met de tijd die je gegeven is voor die specifieke job. Dus er komt een stukje efficiëntie bij kijken en een stukje performance. Kosten is ook een aspect als je het over cloud hebt. Waar is je dataset? We zien heel veel klanten die dat alsnog on-prem hebben in een groot data lake. Erg veel redenen in deze zin al om het on-prem te houden misschien wel. En dat is ook wat we bij veel klanten zien gebeuren. Die hebben misschien wel specifieke clusters uitgerust met GPU's waar ze hun machine learning en AI workloads op draaien. En denk je dat dan locatie ook, dus geografische locatie van klanten nog belangrijk hierin is? Als in, denk je dat bijvoorbeeld klanten in andere landen zijn die gemakkelijker hun diensten uit de cloud vandaan halen? Versus wij in Nederland? Of zie je daar nog verschil in? Nou ja, met de reden die ik net noem, zie ik daar niet heel erg veel verschil in. Als je het dan in een breder zichtveld kijkt naar cloud adoptie aan zich, dan zou je kunnen zeggen dat sommige landen daar misschien wat makkelijker in zijn. Maar specifiek voor deze workloads zou ik zeggen dat het meeste van onze klanten nog steeds kijken om dat on-prem te doen. Om die data makkelijk te kunnen accessen tegen lage latency. Terwijl je gebruik kan maken van die hardware accelerators. Om je performance en de tijd die nodig is voor machine learning jobs, om die te versnellen. Jits, Ruurt, hebben jullie hier nog iets op aan te vullen? Nou ja, ik denk ook dat er zit een specifiek stukje in deze vraag, hè, wat echt over AI gaat, maar het is ook een veel bredere vraag die elke keer terugkomt. Ja, waarom zou je het niet gewoon uit de cloud trekken? Ja, ik denk dat daar heel veel overwegingen voor zijn, die je niet per se maakt op basis van gemak alleen. En daar komen nog dingen bij, zoals Niels zegt, van die data locality. Ga maar eens allerlei machine learning workloads doen op die terabytes aan data die wel on-prem staan. Dat is toch wel een uitdaging als je dat dan in de cloud wil doen. Dus dan moet je daar weer wat voor bedenken. Dus, ja. Ja, en ik denk, tenminste zeker vanuit, tenminste heel generiek gezegd, vanuit Nvidia maakt het natuurlijk op zich niet zo gek veel uit of je nou een GPU en eventueel ook frameworks vanuit een publieke cloud gebruikt, of dat je dat on-premises zou doen. Wat wij wel veel zien, is dat heel veel organisaties die beginnen heel snel, omdat het natuurlijk heel makkelijk is om in een publieke cloud inderdaad je creditcard even te swipen en je kan snel aan het trainen gaan. Totdat men, en Niels die noemde het net al eventjes, erachter komt van wat de kosten zijn op het moment dat je zoiets 24x7 laat draaien. En je inderdaad ook iedere keer zit met de data die je daarheen moet brengen of weer terug moet halen. Dus wij zien heel vaak dat met name in zo'n prototyping fase dat er even snel gebruik wordt gemaakt van resources die bij een hyperscaler beschikbaar zijn. En op het moment dat men echt productie moet gaan draaien, dan komt men toch weer terug naar on-premises. En misschien om eventjes op die vraag ook van Erik, als ik zo vrij mag zijn om daar meteen op in te gaan. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, nou ja, in ieder geval voor Johan en misschien wel meerdere mensen vanuit ITQ, de hoogovens is misschien een goed voorbeeld. Daar wordt natuurlijk kwalitatief hoogwaardig staal wordt daar gemaakt. Er moet een bepaalde kwaliteitscontrole aan het einde van het proces vindt er plaats. Die kwaliteitscontrole werd gedaan door middel van een aantal mensen die heel veel ervaring, jarenlange ervaring hebben. En die kunnen precies zien aan het staal, aan de kleur, aan de vlekjes, of daar eventuele kwaliteitsissues zijn op sommige plekken. Als je daar een aantal camera's op hangt, en dat is ook iets wat daar gedaan is met een aantal partners in Nederland. Dan kan je natuurlijk al die camerafeeds gaan gebruiken door die mensen met die ervaring ook aan te laten wijzen op images, van waar dus die kwaliteitsissues zitten in het eindproduct. Als je dat maar vaak genoeg doet, dan kan je daar natuurlijk een algoritme mee trainen, dat op een gegeven moment dat die mannen of vrouwen er niet meer naast staan, en alleen aan de hand van die camerabeelden, kan je automatisch al detecteren waar eventuele kwaliteitsproblemen zitten in dat eindproduct. En dit is iets wat je dus, je kan een aantal uren videostreams of images kan je natuurlijk naar een cloud toe brengen. En dan kan je gaan trainen om te kijken hoe accuraat je kan zijn. Maar als je uiteindelijk 24x7 zo'n datastream moet gaan analyseren met meerdere camera's, dan
kom je er vrij snel achter dat überhaupt die latency naar een hyperscaler misschien al een probleem is, maar überhaupt ook de hoeveelheid data die je daarheen gaat sturen. Dus ja, hopelijk dat dat een beetje ook een ander voorbeeld geeft, behalve een spamfilter. Ik heb nog wel een mooi voorbeeld, denk ik. Zelfs hier in Nederland, wat bijvoorbeeld door, ik weet niet of dat ik ze mag noemen, Rijkswaterstaat, net gedaan. Ja. Ja, is een publieke referentie. Die doen uiteraard heel erg veel. Maar een van de dingen die me bij is gebleven, wat ze vertelden wat ze doen, is dat ze de Google Maps, de Street View dataset gebruiken om met machine learning in te zien of dat er verkeersborden geblokkeerd worden door bomen of struiken, dat soort zaken. Nou ja, je kan er een paar stagiairs voor inhuren natuurlijk om door alle Street View Review images heen te bladeren om te checken of dat het geval is. Daar hebben ze een machine learning job voor gecreëerd. Dus dat is al een mooie. En we hebben het continu over, dit ook weer, is het interpreteren van video of beeld. En dat is, als we het over GPU's hebben, dan zeer zeker de inference training, de GPU, fantastisch. Die zorgt voor heel veel acceleratie. Wat we ook willen zien bij financiële instellingen is bijvoorbeeld om te calculeren, om een kansberekening feitelijk te doen of dat mensen hun creditcardrekening gaan betalen. Als je het op die fiets bekijkt, dan heb je het echt over datasets die puur en alleen uit nummers bestaan. Dus de nummer crunching. Ja, dan kan je misschien net zo goed af met de CPU. Weet je. Dan heb je niet specifieke hardware nodig om dat te kunnen doen. Dus hè, we hebben het heel snel over AI, ML en we gooien alles op één hoop. Maar er zit erg veel verschil in wat je kan doen en meerdere manieren waarop je daar infrastructuur voor in kan zetten om dat daadwerkelijk te bereiken. Ik denk dat een goed beeld Frank ook hier in de call zijn sessie eerder van vandaag is, die wat meer uitlegt in welke fases er zijn, waar data zich bevindt, welke data. Er is nog wat meer informatie die we hebben op Facebook-blogs. Er komt heel veel meer bij kijken dan AI, ML, GPU's. Grappig, een voorbeeld die in mijn laatste oren kwam. Dat voorbeeld kun je trouwens ook horen in een podcast die ik samen met Duncan en Frank maak aan Explore Territory. Daar hadden we in de laatste aflevering Luke Wignall in de uitzending, die director is van tech marketing binnen Nvidia. En een van de praktische voorbeelden die jij gaf wat betreft de inzet van AI binnen organisaties, is het inrichten van een chatbot voor IT. Dus je kunt op de. Er is een portaal van Nvidia, dat heet de NGC, de Nvidia Graphics of de GPU Cloud. Daar kun je. Dat is een soort van container repository, onder meer. Ziet een beetje als de tegenhanger van Bitnami. Daar kun je kant-en-klare getrainde modellen kun je downloaden met applicaties die eraan geknoopt zitten. Zoals zo'n virtual assistant voor IT. Als je zo'n applicatie zou willen draaien, dan heb je logischerwijs ook een stuk infrastructuur nodig waar dat op mogelijk is. Ik denk dat daar de combinatie van zo'n AI enterprise infrastructuur een ideaal platform voor is. Iemand nog wat aan te vullen op deze vraag? Zullen we naar de volgende vraag gaan? Wie zwijgt de stem toe? Ik hoop dat het een goed antwoord was inderdaad op je vraag, Erik. Volgende vraag. Waarom is het belangrijk om AI-workloads via Tanzu te draaien? Ruurt. Ja, belangrijk. Ik denk dat het ook gewoon een natuurlijke ontwikkeling is. Hè? Dus moderne applicaties die worden sowieso tegenwoordig vaak als container gemaakt. Waar we vroeger een exe gebruikten of een installer, zeg maar. Omdat je dan meteen al je dependencies heb je bij elkaar. Dus dat is gewoon een container image en dat is het. Ja, en dat geeft je ook een bepaalde wendbaarheid en schaalbaarheid en dat soort dingen. Ja, en Tanzu is gemaakt om die workloads op te draaien. Dus dat is een heel makkelijk 1-2'tje dat je dat daarop zou willen draaien. Daarnaast komt dat je vaak, dus afhankelijk van de type workload waar we het net over hadden, vaak wil je ook voor visuele, dat soort toepassingen, wil je gebruik maken van speciale hardware acceleraties, dus de GPU's die
we vroeger alleen gebruikten om te gamen en om desktops op te enablen, die bleken opeens heel geschikt om, om bepaalde parallele bewerkingen op te doen. Dus met Tanzu kun je heel makkelijk jouw container die zo'n GPU nodig heeft, die kun je gewoon schedulen en hij zoekt een plek voor je. In plaats van dat je zo'n dikke machine onder je bureau neer moet zetten waar één GPU in zit. Of een specifieke machine in je datacenter moet zetten met een GPU erin die alleen maar voor jou is en die de hele dag staat te wachten tot jouw workload erop gaat draaien. Dus je haalt veel meer efficiëntie eruit door en wendbaarheid. Dus zodra je het nodig hebt, dan kun je het gebruiken. Dus het is een beetje een combinatie van die twee dingen, denk ik. Hey, en Jits, als je kijkt naar NVIDIA AI Enterprise en de relatie tot Tanzu, kun je daar eens wat over uitleggen? Jazeker. Kijk, wat ik net eigenlijk aangaf, hè, je hebt als je een AI-infrastructuur zou willen neerzetten, dan heb je daar natuurlijk een stuk hardware voor nodig. Uiteraard graag met GPU-acceleratie. Dus de NVIDIA Certified Systems die je daarvoor kan gebruiken, met zowel GPU's als de Data Processing Units of de BlueField DPU's. En daarbovenop heb je natuurlijk een stuk virtualisatie vanuit VMware, vSphere 7 Update 2 minimaal of hoger uiteraard. Dan is er eventjes een gat, dat zal ik straks dan eventjes uitleggen. En daarbovenop heb je dus vanuit, en jij noemde hem net al heel eventjes, de NVIDIA GPU Cloud, heb je eigenlijk allerlei tools en software beschikbaar om eigenlijk die de AI practitioner, om eventjes zo in één container te stoppen. Eigenlijk alle tools die hij of zij nodig heeft om het werk te kunnen doen als AI practitioner. Nou, en die werken dus inderdaad, wat Ruurt net ook aangaf, is natuurlijk heel makkelijk en schaalbaar om te werken met containers, met Docker containers. En heb je daar natuurlijk een infrastructuur voor nodig om dat op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen doen. En daar sluit het dus 100% aan op Tanzu. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje de sandwich waar we onderin een stuk hardware hebben vanuit NVIDIA, samen met de OEM-partners uiteraard. En daartussenin natuurlijk alle technologieën vanuit VMware. Dus niet alleen virtualisatietechnologie, maar ook Tanzu. En daarbovenop dan weer de software packages vanuit de NVIDIA GPU Cloud om eigenlijk de AI practitioner binnen de organisatie makkelijk te laten consumeren van alle resources, zowel hard als software, die men nodig heeft om snel een doel te kunnen realiseren. Ja, dat is dan eigenlijk ook wel een brug naar de volgende vraag. Hè? Want wat is die GPU Cloud en waarom wil je het hebben? Ja, jij noemde het net al heel eventjes. Ik denk, ik had deze al een beetje verwacht uiteraard. Ja, en eigenlijk sommige mensen die denken wel eens NGC of NVIDIA GPU Cloud. Dat is misschien een soort van hyperscaler of public cloud instance waar je GPU geaccelereerde instances kan consumeren. Nou, dat is het zeker niet. Jij noemde het net al een repository of een catalog. Het is dus inderdaad een repository / catalog waar je eigenlijk alles, waar een AI practitioner alles kan vinden, veelal in containers, om makkelijk en snel aan het werk te gaan. Dus heel veel frameworks, hè, zoals een PyTorch of TensorFlow die daar beschikbaar staan, allerlei toolkits, NVIDIA TAO of Train, Adapt en Optimize is dat. Allerlei modellen. En jij noemde net al heel eventjes zo'n chatbot. Nou, ook zo'n chatbot zit daar dus inderdaad gewoon standaard in. Image classification oplossingen, speech recognition of natural language understanding. Uiteraard ook belangrijk als je dat wil doen met zo'n chatbot waar je niet alleen met tekst, maar ook gewoon met stemmen naartoe, of tenminste met voice commands naartoe kan praten. Dus eigenlijk zitten daar alle componenten zitten daarin om zo'n omgeving in te richten en dus ook voor zo'n AI practitioner om datgene te gebruiken wat je nodig hebt om jouw model te trainen bijvoorbeeld. Het is overigens gratis. Je kan heel makkelijk een account aanmaken. Dan moet je eventjes een key configureren die je op je machine plaatst. En op die manier kan je een veilige communicatie tussen de NVIDIA GPU Cloud opzetten en jouw instance. En kan je dus gewoon Docker
pull-commands geven om een bepaald framework of een model te downloaden. En dus ook vooraf getrainde modellen die je al kan downloaden en je eigen data daarin kan verwerken, zodat je sneller tot een accuraat resultaat kan komen met je model. Ja, en je noemde net al een aantal van dat soort frameworks, hè? TensorFlow. Maar om TensorFlow te kunnen gebruiken, heb je nog wat andere libraries en frameworks nodig om dat überhaupt goed op elkaar afgestemd direct in te kunnen zetten. Waar ik in het zelf wel, of in het verleden wel, echt wel uitdagingen mee heb gehad bij klanten, is dat die wilden een AI-framework opgezet hebben met custom versies van bijvoorbeeld een TensorFlow. Ja, en dan loopt het tegen een stuk supportability aan, want het ene product werkt niet lekker samen met de versie van het andere product. En ik denk dat dat is zeker een van de voordelen van die NGC-library is dat je poelt een TensorFlow-container. En alles wat daar in die TensorFlow-container zit, is al automatisch op elkaar afgestemd. Het is getest en naast de libraries en de frameworks die je nodig hebt om dat ding minimaal te kunnen gebruiken, zitten er ook zaken in als een Jupyter Notebook vooraf geconfigureerd. Dus het is letterlijk poelen, starten en je kunt aan de bak. Dus dat is denk ik wel echt een van de voordelen daar. Ja, dan hebben we het over containers gehad. We hebben het over AI-frameworks gehad. Maar ja, die moeten natuurlijk ook nog op een stuk infrastructuur draaien. Niels, wat voor toffe ontwikkelingen maken vSphere nu maximaal geschikt voor AI-workloads? Veel, Johan. Erg veel. Nee, er is genoeg wat gaande is binnen de vSphere-stack. Als we kijken naar Tanzu, en ook waar we het net over hebben gehad, de AI-enterprise van NVIDIA. Ik denk dat makkelijk en veilig dat een beetje keywords zijn voor die oplossing. Het maakt het veel makkelijker voor klanten en het ligt er een beetje aan tegen welke persona je praat. Voornamelijk vanuit de VI-admin gedachte, dus iemand die vSphere infrastructuur beheert. Die hoeft alleen maar te zorgen dat voor developers aan de andere kant infrastructuur beschikbaar is. Daar is Tanzu een ster in. De developers die maakt het over het algemeen niet zo gek veel uit waar ze draaien, als ze maar een code kunnen pushen, als ze maar hun werk kunnen doen. Dus Tanzu in zijn algeheelheid is by far de belangrijkste ontwikkeling op dit gebied. Als je dat nog gaat extenden met Tanzu Mission Control bijvoorbeeld, dat je meerdere instances, of dat het nou on-prem is of in cloud, die kan je allemaal managen vanuit één UI, één overzicht. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Dus de VI-admin, hoe die infrastructuur presenteert aan developers. En als je het dan gaat hebben over accelerators, als je die dan nodig hebt met sommige workloads of sommige AI-ML jobs, dan kan dat ook met Tanzu. Ruud had het eerder al over, ik denk dat hij doelde op Bitfusion. Fantastische manier om over een network fabric een GPU-cluster bijvoorbeeld aan te spreken, hosts met clusters of hosts met GPU's. Die de workloads daadwerkelijk uitvoeren en vervolgens de resultaten terugsturen naar de client die draait op een ESXi zonder GPU. Daarmee heb je al een stuk efficiëntie te pakken, omdat een GPU vrijgegeven wordt op het moment dat zo'n machine learning job klaar is. We hebben sinds met de laatste 7 release die er weer aankomt, hebben we ook vanuit Tanzu de embedded, een VM service die je nou kan aanspreken. Als je bijvoorbeeld de nieuwste NVIDIA A100 GPU's hebt, die kan je nu koppelen in die VM service, waardoor je vanuit Tanzu native al die VM service met GPU kan aanspreken. Dus vanuit VMware, vSphere, al meerdere manieren waarop je die hardware accelerators kan gebruiken voor AI/ML workloads. Ik denk dat heel erg interessant is, heel goed. En vooral als we dat weten te extenden naar VMware Public Cloud Offerings. Ja, dat klinkt goed. En nu, ja, nu weten we hoe dan dat stuk infrastructuur eruit moet zien. Maar goed, dan wil ik ermee aan de gang. Waar moet ik als engineer rekening mee houden als ik moderne AI-apps wil gaan draaien, Ruud? Ja, dat hangt er een beetje vanaf welke engineer. Kijk, als je gewoon een soort van wil... Als je gewoon nu de nieuwsgierigheid hebt en je wil experimenteren met die AI-workloads, dan zou ik vooral naar die NVIDIA GPU Cloud gaan.
Daar staan al die start, zeg maar, om daar wat ervaring mee op te doen. Als je meer kijkt naar, ja, waar kan ik nuttig zijn in mijn organisatie, vanuit het perspectief van misschien de VI-admin of een operator, ja, dan is het goed om je, denk ik, te realiseren dat die typische data scientist, dat mensen zijn die heel veel van data weten, van algoritmes, ook wel van de toolkit waarmee zij werken. Nog net misschien van hoe je ze een containertje maken, maar niet per se heel veel een verstand hebben van infrastructuur, containerisatie als een orchestration tool, dus hè, zoals in de Kubernetes, niet van CI/CD, van hoe zet ik dus betrouwbaar dingen in productie vanuit de applicatie. Dus dat is ook waar de kansen liggen voor mensen die meer aan de onderkant zitten. Dus meer de VI-admins en de operators. Om die gaten in te vullen, zeg maar, kun je dus verdiepen in Tanzu. Want dat is het hostingplatform. Dus zou je kunnen starten met de Tanzu Community Edition die net gelanceerd is. Meer richting een soort van platformmethodologie. Dus dan ga je verdiepen in die CI/CD tooling, want dat loopt al in heel veel organisaties, hè, maar dan voor echt de developers. Die zijn al vaak al wat verder binnen die organisaties opgegroeid dan de echte data scientist. Dus ik denk over die assen. Dus ja. Ja, dat klinkt goed. En stel nou eens dat ik er zelf mee aan de gang... Ja, ja, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Want Ruud geeft inderdaad... Ja. Oh, soms of wel. Nee, Ruud geeft daar wel inderdaad een belangrijk punt aan. Kijk, zo'n, wat ik veel zie is met zo'n AI practitioner of data scientist... die kwam in het verleden altijd aan met een bepaalde technische vraag... die door een traditionele IT-afdeling vaak niet begrepen werd. En dat heeft ertoe geleid dat een stuk shadow IT of shadow AI, zoals wij het dan weer noemen... Dat was de enige oplossing op dat moment. En dus die hebben wel degelijk een bepaalde soort technische affiniteit opgebouwd. Wat vaak een stukje een mismatch in die communicatie met Central IT oplevert. Dus ik denk dat daar nog wel wat werk ligt om die twee werelden dichter bij elkaar te krijgen. En inderdaad gewoon te zeggen, ja, je hoeft je geen zorgen te maken over waar het nou uiteindelijk komt te draaien. Voor mij komt het op een vat rode wijn te draaien als jij maar de resources hebt die je wilt hebben. Of die je nodig hebt om je doel te realiseren. Maar dus daar zit denk ik nog wel een minder technische uitdaging, maar zeker wel een uitdaging om die muur tussen die twee werelden van de AI practitioner en de IT-admin, om die af te breken. Ja, er nog wat aan toe te voegen, Niels? Nou, de belangrijkste die ik had, die heeft Ruud net benoemd. En dat is de mogelijkheid om met Tanzu Community Edition... om daar aan te proeven en te zien wat het allemaal voor je kan brengen. En, dat is uiteraard gratis. En ik denk dat dat een hele mooie eerste stap is als je hiermee aan de gang gaat. Ja, dat is eigenlijk nog wel een brug dan, naar de laatste vraag die ik heb. Wat zijn de next steps als je zelf echt aan de gang wil gaan? En Jits, ik heb iets gehoord over NVIDIA Launchpad. Ja. Nee, dat klopt. Dat is in ieder geval een mogelijkheid om een AI enterprise launch te gaan nemen. Dat is een omgeving, een hosted omgeving, waar je snel en makkelijk aan de slag kan gaan. Uiteraard volledig basis op VMware technologie. En daarin zitten voor AI enterprise zitten een vijftal demo's zitten er eigenlijk in. Je wordt aan de hand genomen om die demo's op te zetten. Je had het net al over zo'n AI chatbot. Die zit er onder andere in, dus die kan je zelf trainen en meteen ook als inferencing gaan draaien en testen. Hetzelfde geldt ook voor een IT ticket classification systeem, een sentiment analyse systeem, waarmee je dus kan kijken op basis van tekst van, goh, wat is het sentiment wat iemand heeft, negatief, positief of neutraal. En er zit ook een image classification demo zit erin. Launchpad is bedoeld voor eindklanten die eigenlijk snel even willen kijken, is AI Enterprise voor ons een oplossing? Die kunnen het aanvragen. We hebben een hele mooie link daarvoor, maar ik denk het makkelijkste is als je gewoon NVIDIA en dan AI Enterprise Suite googelt, dan kom je automatisch op die lange link uit. Ik kan hem anders misschien wel even in de chat kopiëren. Even kijken, ja, dat moet hem zijn. Dan kan je daar aanvragen om...
Ja, er zijn een drietal mogelijkheden eigenlijk. We hebben het Try VDI platform eigenlijk. We hebben het Launchpad en we hebben ook een evaluatielicentie als je het in je eigen omgeving wil installeren en configureren met VMware. Dus dat zijn eigenlijk de drietal mogelijkheden om je snel zelf je handen aan vuil te maken eigenlijk. Ik ben nog wel benieuwd naar iets wat mensen kan helpen om te beginnen. NVIDIA heeft de Jetson Nano nog steeds volgens mij in productie. Ja. Dat is ja, natuurlijk een fantastisch iets om mee te kunnen beginnen. Maar die zijn top. Ja, dat lijkt mij een hele mooie om ook laagdrempelig weer een beetje te kunnen proeven aan alles. Ik weet dat vanuit VMware dat we een Fling hebben, dat we daar ook ESXi on ARM op kunnen draaien. Dus wellicht is dat wel een leuke toevoeging van mensen die thuis al aan de gang willen. Ja, ik las net in de chat dat Duncan er iedereen heen geeft. Nou, wat vet. Dat had je niet hoeven doen. Super. Duncan. Dus iedereen zijn adres nu in de chat gooien. Duncan die stuurt hem op, hoor ik. Ja, mocht je een Jetson hebben, of mocht je een Jetson kopen, wat echt wel tof is en super simpel, is NVIDIA heeft een online university, de Deep Learning Institute. En daar kun je gratis trainingen volgen, AI-trainingen volgen, waaronder een Kickstarter voor AI op Jetson Nano. Daar leer je in 8 uur tijd je eerste Hello World-achtige applicatie bouwen. Echt heel erg tof en een super simpele manier om een goede starter of een goede basis te krijgen. Ja, en ik heb er nog... Hey, mannen. Want over de TanzuAS, Tanzu Community Edition is natuurlijk net gelanceerd. Dat is gratis, daar kan je zelf mee aan de slag. Vanuit ITQ lanceren we ook heel binnenkort een gratis Proof of Concept service daarvoor voor organisaties. Dan krijg je gewoon hands-on een paar weken begeleiding en dan zetten we het helemaal voor je neer en dan gaan we met je aan de slag. Dus dat is ook nog iets wat eraan komt. Nou, mooie shout-out, Ruud. We hebben nog 2 minuten. Dan moet ik snel rennen naar de laatste sessie van vandaag. Maar hebben jullie nog een laatste final remark? Ja, maar die heeft niet zozeer met dit onderwerp te maken. Gewoon het feit dat Mercedes zijn aanklacht heeft ingediend en dat Max Verstappen kampioen is. Ja, dat is mooi. Is het wel, hè? Goed. Tenminste, dat hij kampioen was. Maar nu is er geen dreiging. Ja, ja. Heel goed. Nou, het enige, mag ik nog één laatste opmerking dan? Als je hiermee aan de gang gaat en je hebt hulp nodig, weet iedereen in de community, maar ook zeker ons en mij in ieder geval te vinden. Don't suffer in silence. We kunnen altijd elkaar helpen, dus laat het vooral weten. Goed, mannen. Hey, dan wil ik jullie bij deze enorm bedanken en natuurlijk het publiek bedanken. En ja, Erik Scholten, dit komt allemaal uit Silicon Flyman.